Mijn naam is Caroline Dieleman. Ik ben directeur van het expertisecentrum maatschappelijke innovatie van Hogeschool Rotterdam. En ik zit in het PBO omdat ik het onderwijs heel belangrijk vind in Rotterdam. In steden gebeurt het eigenlijk en je ziet grote veranderingen juist in steden optreden. En Rotterdam is voor mij echt één groot sociaal laboratorium met ongelooflijk veel pioniers die hele spannende en interessante dingen doen. Rotterdam is gewoon de place to be. Ik denk dat studenten een enorme belangrijke rol kunnen spelen in de stad. Het zijn aankomend professionals en ik vind het belangrijk dat ze de stad leren kennen en dat ze ook werken aan vraagstukken die in de stad spelen. En dat is mijn motief ook om in het PBO van Open Rotterdam te zitten. Ik vind een lokale omroep kan eigenlijk een soort archief zijn van de stad. Het kan eigenlijk de verhalen van de stad opslaan. En dat is zeker voor een stad als Rotterdam, die altijd in verandering is, heel belangrijk om dat geheugen ook in stand te houden. En daar kan Open een enorm belangrijke rol in spelen. En PBO stuurt daarin.